Sterling 906, climb to level 330. Sorry, Sterling 906. Enkhuizen. Thank you. 330. 2 at the time again, Lufthansa 16, Niner 6, precies de Sierra Papa Yankee. Direct Sierra Papa Yankee, Lufthansa 1696. Reckon Spijkerboer voor runway 27. Roger, 120, Reckon Spy 427, Danny 27. Hamburger 415, report your speed to Schiphol Approach on 1212. 1212, Hamburger 415, goedenavond. City 376, report your speed. Zal ik de naam van jou ook doorsteken? Ja, sorry, ik zie het kaartje met jou. Char. Ik heb weer een brief van de aanbidder uit Libië. Ja, allemaal voor het schip klaar. Oh, welig hè? Dat is de passagier, daar schrijf ik mee. Oh, wat leuk. Prachtig. Dat heeft hij weer geschreven. De 369 is het. Ik heb het in New York al gezien ook. Het zit toch altijd bij elkaar? Dat is. Ik heb nou ja, is die wijs. Wil die een foto? Mijn naam is De Meijer, je mag Gerard tegen me zeggen en graag je en jij. De baas is meneer Haverkamp en Haversteen. Haanmerksteen is de co-piloot. Ik geloof dat meneer Haverkamp Jan heet, hè? Weet iemand dat? Dacht het wel. Jan Haverkamp.
is nogal een strikte gezagvoerder. He, dus stel je voor aan hem en hij houdt zich graag volgen aan de regels. Goed zo, dan de vlucht. En van een Porto Amsterdam een vegetariër en een kosher maaltijd, die hou ik zelf in de gaten. We beginnen met een aperitief. Tussen Lissabon en Porto krijgt de M-klas een bakje sinaasappelsap en in de C-klas krijgen ze een drankje naar keuze. Met een dressed roll staat er in het boek, vorige reis was dat een plakje cake. Wat ik dan jullie wilde vragen is, ga aan de hand van je checklistje even langs in het vliegtuig. Kijk even waar alles zit en maak je weer een beetje vertrouwd met het vliegtuig, hè? Ja. En als je je checklistje gedaan hebt, Pascal, wat doe je daarna? Voorbereiden. Hè? Voorbereiden. Voorbereiden, ja. Wat is het eerste wat je eigenlijk doet? Dus wat ik wil zeggen is, leg je spullen weg. Ik heb het nu de laatste maanden alweer twee keer meegemaakt dat er aan boord uit de tas van de stewardess geld gestolen is. Eén keer door het grondpersoneel en één keer door een passagier. Ik ben luchtverkeersleider bij de Algemene Verkeersleidingsdienst hier op Schiphol. Verkeersleider zijn houdt in dat je ervoor zorg draagt dat je geen enkel vliegtuig tegen een ander vliegtuig aan laat vliegen. En daarboven probeer je dan de vliegtuigen zo vlug mogelijk en zo veilig mogelijk, efficiënt mogelijk af te handelen. Nou, dat is mooi. Het volgende. De City. Cruiser 150. Deze werk ik nog niet. De Denner, die loopt eruit naar Rekken zometeen. Op 2,90. Ja, goed. Heb ik het. 100 tot. Dank u. Oké. Ja, prima. Ik denk het niet. Die blijft op 3. De verkeersleider die bepaalt dus het werk, die voert uit wat de planner verkeersleiding in gedachten heeft. Bijvoorbeeld crossing conditions, bepaalde hoogtes die ze bij het overgang, het overzetgebied naar Londen moeten geven. En voert verder alle administratieve handelingen uit. Als ik het heel erg druk krijg, dus niet zelf meer kan gaan coördineren, neemt hij het over van me. Dus gaat hij voor me coördineren. Zegt hij, dat heb ik al geregeld voor je. En dat werkt altijd zeer goed. Een derde persoon, dat is de flight data assistent, die wordt door het buitenland opgebeld. Krijgt een bericht door van, ik noem wat, de KLM 123 zit bij Refso, dat is het punt waar hij ons land binnenkomt, om zo en zo laat, zo en zo hoog. Nou, dat voert hij in de computer in. En die computer zorgt ervoor, draagt er zorg voor dat ik die gegevens op mijn scherm te zien krijg. Andersom, die UK 817 is dan net gestart voor Schiphol. Die gaat dus EGNJ eigenlijk. Weet jij dat? EGNJ? Zoek hem op. Al die afkortingen die, van al die vliegvelden, die ken ik niet uit mijn hoofd. Dat is ook niet belangrijk. Ik weet waar hij naartoe moet. Maar hij is gestart en moet hier ons land verlaten. Hij heeft hem dus gepland. Flight level 100, dat is niet zo heel erg hoog. Humberside. 437, wat is het? Humberside. En op het moment dat hij gestart is, komt er bij de assistent iets op zijn beeldscherm. En dat noemen we dan een estimate. Die gaat hij doorbellen. Ja? UK
direct naar Bino. Je mag direct naar Bino. Nee. Ja, Proots die vraagt of hij... Kijk, standaard moet hij hier naar dit punt vliegen. Naar dit driehoekje. Dat noemen we een bergie-departje. Maar het is natuurlijk korter om hem rechtstreeks hier naartoe te sturen. Nou, dat mag hij zonder mijn toestemming niet doen, want ik kan hier verkeer hebben. Ik heb geen verkeer, dus wat dat betreft mag het van mij ook. Ja, wat ik daarnet vertelde, die assistent die krijgt dus een opdracht op zijn tv-scherm. Die gaat een estimate doorbellen in Londen. Hij zegt tegen Londen, nou die UK 817 die zit zo en zo laat bij het grenspunt. Om zo en zo hoog. Kunnen jullie dat accepteren? Dat is de bel. Dat betekent dat de Proots het nu zo rustig heeft gekregen dat ik niet meer via de wachtgebieden hoef te vliegen. Full 5-6, good afternoon, sir. I informed and I was told that he returned to Lelystad. Pretty well, maintain, continue to share a Papa Yankee, expect runway 27. Je kent drie soorten verkeersleiders. Door de verkeersleider is een verkeersleider die zit boven die toren uiteraard. En die heeft te maken met al het verkeer op de grond van het vliegveld. Op de startbanen, op de landingsbanen. En het verkeer dat vliegt in de onmiddellijke nabijheid van het vliegveld. Tot een kilometer hoog. Dan ken je de tweede verkeersleider. Dat is de naderingsverkeersleider en de vertrekverkeersleider. En die brengen de kisten die gestart zijn naar een bepaalde hoogte, naar een bepaalde richting. En de kisten die willen gaan landen op Schiphol, brengen ze vlak voor de baan. Hij gaat de sector in, hoor, Paul. En dan heb je een derde soort verkeersleider. En dat is dan de algemene verkeersleider. En die behandelt de vliegtuigen die over de rest van Nederland vliegen. Zeggen dat we allemaal van die mooie poppetjes nog zijn, nee. Van een hele hoop mensen hoor je dat. Ik denk dat vroeger wel zo geweest is, maar tegenwoordig helemaal niet meer. We zijn helemaal een beetje naar de andere kant geslagen. Is dat je spontaniteit, dat belangrijker is dan hoe je eruit ziet. Ik zie mijzelf niet echt als heel knap, gewoon een middenmoot. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je representatief overkomt en verzorgt. Dat is heel belangrijk voor je passagiers. Wat zij dan klagen dat het hier zo koud is, ja. Deze ligt hier. Deze ligt hier. Oh, bedankt. Ja. Row 30 diesel. I'll sit on row 30 in the second cabin. Hello. And window seat on that side, row 16. Hello. And on the side of the gentleman. Thank you. Hello. Hello. Window seat on that side, row 28, sir. Hello. Het is gewoon hard werken, maar als je er zelf iets heel leuks van maakt, dan kun je het heel leuk ervaren ook. En wordt het ook een hele leuke baan. Het vliegen werd nog altijd wel een beetje gezien als zijnde een glamour job. Is in zekere zin wel. De leuke kant van het vliegen is dat je naar veel buitenlandse bestemmingen kunt gaan. Je ziet veel van het buitenland. Maar daarnaast moet men ook niet vergeten dat het gewoon keihard werk is aan boord. Maybe you can take this one because we are not full, so I hope it fits. Will it? Yes, it does. Welcome. Ik woonde in een huis met nog zes andere mensen. En toen vloog ik bij. En toen kwamen die mensen steeds meer thuis met hele bruine gezichten en alle leuke verhalen. En toen dacht ik van, nou, je vond, je doet iets verkeerd toch wel. Want als je wat van de wereld wil zien, daarom ga je vliegen, moet je toch wel bij de kant zijn. En nou, zo is het eigenlijk begonnen. Goedemiddag, meneer Pieper. Dankjewel. 23A, is iets verder door. Je heeft het stoel aan de raamkantzijde. Alsjeblieft. Bedankt.
Gaat het? Zal ik je tas bovenin zetten? Flying time of the first stretch from Amsterdam to Lisbon will be 2 hours and 24 minutes. Als je leeft. Please put the back of your seat in an upright position during takeoff and do not smoke until the no smoking sign has been switched off. Mevrouw? Nou, ik moet zeggen, dat had ik wel in het begin toen ik hier pas kwam werken. Dan is alles nog nieuw voor je. En dan had je wel eens een reden naar huis van, heb ik dat nou wel goed gedaan? Op een gegeven moment moet je daarmee stoppen, daar stop je mee, ja, want anders... Anders zou je gek worden zelf. Je moet, als je het werk doet, moet je 100% zeker zijn dat je het goed doet. Dat je er later niet over na hoeft te denken of je het wel goed gedaan hebt. Anders ben je gewoon verkeerd bezig. Ja. Dan moet je gewoon voor zijn. Voordat een vliegtuig vertrekt en ook als een vliegtuig binnenkomt na een vlucht, dan doen we dit soort inspecties. En 's nachts doen we een iets uitgebreidere inspectie alleen. Ik ben hier in de wielwal waar alle hydraulische componenten zitten. Ben ik aan het kijken voor of er geen grote lekkages zijn. Er zitten hier ook nog diverse kabels waarvan ik kijk of die er nog redelijk goed uitzien. Of in ieder geval of er niks gebroken is. Het is vooral grove inspectie wat we nu aan het doen zijn. Zeg maar echt voor... belangrijke dingen die belangrijk zijn in verband met de vliegveiligheid. Oké, als je aankomt, die. Maar de wissellijst is nog niet aan, hoor. Oké, op de wissellijst aan, eet het de plan, doei. Nummer 1, oké. Terrain. Too low. Gear. Position level 4-5. Operational report Schiphol ILS 01 right. Not available. 3. Het vliegtuig heeft een technisch rapport bij zich. Technisch logboek, zeg maar. En daar zetten wij in dat wij het vliegtuig luchtwaardig achten. En daar tekenen wij voor af en daar stempelen wij voor af met zo'n stempeltje. Ah. En dan is het vliegtuig... luchtwaardig. 5 kopietjes zijn ervan, dus in alle afdelingen gaat dat. Als wij zeggen van het vliegtuig is niet luchtwaardig, dan zal er niemand zijn die zegt van dat vliegtuig is wel luchtwaardig. Sommige klachten mag hij wel mee vliegen. Er zijn hele lijsten voor die goed gekeurd zijn. En dat wordt dan vaak 's nachts gedaan. Het vliegschema moet gewoon wijken. Als ze technisch een dusdanig probleem hebben dat het vliegtuig niet kan vliegen, dan vliegt het niet. Einde oefening. Onze chefs die zullen nooit aan ons, bij ons komen van opschieten, opschieten, opschieten. Wij krijgen echt rustig de tijd om dingen te doen. En dat, zo wordt het ook, denk ik. Ja. We staan toch in voor de veiligheid van het toestel. Computers geven vaak zelf aan waar de problemen liggen of waar je naartoe moet om te gaan zoeken. Wat dat betreft verandert er wat. Ja. Je hebt altijd iemand nodig die in de motor kijkt. De computer zal nooit zelf zeggen van ik zie er nog steeds goed uit. Of een landingsstel zeggen van dit wiel moet nu verwisseld worden. Ik denk dat er zal altijd iemand blijven die naar dat wiel blijft kijken. En ik denk ook dat er altijd iemand blijft die dat wiel met de hand verwisselt.
denk niet dat er een robotje komt die dat wiel gaat verwisselen. Dus dat hoop ik althans niet. Excuse me. Enjoy your meal. Tastes alright. Okay. Ben je klaar? Schrijf ik een stukje door. So, would you like something to drink with your meal? Yes. You have a wine. A red wine or a white wine? A red one? You want to enjoy your meal? Kan het erbij? Wacht erop. Wilt u misschien iets drinken bij je maaltijd? Nog een glaasje wijn? Wit, rood? Alsjeblieft. Wilt u nog een glaasje? Kunnen jullie het flesje geven? Als dit iets smakelijk. Als je helemaal vol zou hebben gezeten, dan is het echt vaak pezen. Dan is het gewoon hard werken. En dan heb je eigenlijk maar een hele beperkte tijd voor elke passagier. Omdat je gewoon moet zorgen dat het service, het product, afgeleverd moet worden zoals het moet afleveren. Dus dan heb je eigenlijk heel veel tijd nodig voor dat product. En daardoor minder tijd voor zeg maar juist die personal touch voor je passagiers. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Het zijn altijd mensen die bijvoorbeeld een extra drankje willen. Soms het drankje wat ze willen als het een cocktail is, is een beetje moeilijk om samen te stellen. En dat kost je natuurlijk iets meer tijd als bij een normaal drankje. Maar dat is niet echt lastig. Die mensen wil ik niet in de categorie lastig zetten. Absoluut niet. Nee. Soms heb je conflict situaties aan boord dat passagiers iets op een andere manier inzien. En dan is het toch taak om dat zo snel mogelijk op te lossen, zonder dat daarbij jouw service eigenlijk eronder leidt. Maintaining flight level 250, clear to Romeo Oscar Tango via Haamstede in Stad City 410. Please give me the inbound instructions for departure. Okay, Romeo Oscar City 410, Roger, descend to flight level 70 to cross stop at 5, correction, to cross Haamstede at flight level 70. Leaving flight level 250, flight level 270 to cross Haamstede flight level 70, City 410. City 410 negative, descend to flight level 70. Descending to flight level 70, City 410. Ja, als je dan tijd hebt, ga je meteen die TCM klaarmaken. Ja. Je weet hoe laat die boven rot zit. Ja, die question inbound clear. Ik zou willen dat de psychologen in staat waren om het juiste materiaal te kunnen kiezen voor ons. Zodat we zeker wisten dat iedere leerling die ze ons leveren, dat hij verkeersleider zou worden. Maar dat werkt toch niet zo. De aanmelding voor aspirant verkeersleiders is enorm. Ik bedoel, op elke sollicitatie, elke vacaturestelling reageren een paar duizend mensen, 1500, 1600. Daar wordt een selectie uitgemaakt door de 80 Rijkspsychologische Dienst. En dan uiteindelijk worden er 15 aangenomen die beginnen met een theorieopleiding. Nou, dat moet dan wel geschikt zijn. Dan is het antwoord nee, want van die 15 blijven de gemiddeld een 30%
hooguit over die uiteindelijk in staat zijn om verkeerslijnen te worden. Hij zit in 28 bij Bino. Ja. Hij zit in 25 bij Bino deze kant op. Dus je kan pas doorklimmen met hem. Nee. Nou, nee, je hebt nog punten tussen. Blue Cross. Blue Cross. Dus dan moet je jezelf al gaan bedenken van hoe laat is die tijd bij Blue Cross. Ja. Als hij oproept vraag ik de estimate. Mm-hmm. Van deze? Nee. Ja, van hem moet je ook de Blue Cross tijd vragen, maar ook van die gele open. Ja, ja. Het is in zoverre inefficiënt dat je de output niet kunt meten aan de input. Ja, daarom is het ook weer een veiligheidsbedrijf. Ook al heb je tekort, kun je, omdat je tekort hebt, niet gaan zeggen van nou, hij doet het wel aardig, we maken hem los. Dan zitten we voorlopig weer eventjes een beetje beter. Kan er iemand anders met vakantie of zo. Dat mag je, dat kan niet. Dat kan niemand van je eisen. Wij zitten nu met een onderbezetting van een man of 20, 25. En dat betekent dan, wil je de boel draaiende houden op Schiphol en in Nederland, dat je gemiddeld 6 dagen per week werkt. En dat doe ik nu al 3,5 jaar zo ongeveer. Dat vind ik wel eens lastig, ja. Dat denk ik toch. Ik wil eigenlijk ook een vrije tijd worden. Oké. Okay. De Dan Erik. Ja. Klim naar 290. Ja. British Midland, direct Spijkerborgen, 27. Ja. Dan hebben we verder die kant op de Shell op 62, ga je wegzetten. De MAL 414 zak naar 60, nog niet met Zuid gecoördineerd. De UK 120 direct Clacton. Ja. De UK direct Norwich, klim naar 120. Ja? Hou jij die keel bij? Ja. Voor 5 toeren, die main channel wel 2900, continue direct Sierra Papa Yankee. Goodbye, sir. Goodbye, man. Goodbye. Goodbye, Aldo. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Okay.